De Nola Hatterman Art Academy heeft vanmorgen haar jaarlijkse vakantieschool afgesloten. Dat gebeurde met een presentatie van werkstukken van de pupillen die aan de vakantieschool hebben meegedaan. Elvira Sandi, directeur cultuur, vindt de werkstukken van de kinderen prachtig. Ze sprak haar bewondering uit voor wat de kinderen in zo'n korte periode hebben bereikt. Daarom ondersteunt ze elk jaar de Nola Hatterman vakantieschool. Elke vakantie weer. 2 weken maar heb je nodig om werkelijk dat talent verder te prikkelen. Die belangstelling om te toveren in talent. En om te toveren. Die belangstelling van dat kind inderdaad te stimuleren dat je werkelijk dat talent ontdekt. En de bedoeling is dat dit instituut eigenlijk een volwaardig mbo-instituut gaat worden. Want hij is het nog niet omdat je zit met natuurlijk de, hoe noemen we dat, de certificering, hoe noemen ze dat, accreditatie en dat soort zaken. Maar dat is de bedoeling van het directoraat cultuur. Dat we onze kinderen, wanneer we het talent hebben gesprikkeld, gestimuleerd op deze wijze, dat ze echt op een opleiding kunnen waarbij ze geleidelijk aan uitgroeien tot kunstenaars zoals Koert en Pouljoen die hier staan en natuurlijk onze nationale trots die wij dit jaar hebben moeten groeten. Hij heeft ons verlaten, Erwin de Vries. Sunil Pouljoen, coördinator van de Nola Hatterman Art Academie, zegt dat de kinderen in 2 weken heel veel hebben gepresteerd. Hij is trots op wat de academie tot nu toe heeft kunnen bereiken. De coördinator kijkt positief terug op de activiteiten die de vakantieschool heeft georganiseerd. En de kinderen hebben allemaal erg veel talent, benadrukt Pouljoen. Het enige wat ik kan zeggen, er zit behoorlijk veel talent in Suriname. Wij hebben dit vakantieschool, ja, de Nola Hatterman Art Academie is meer een kunstopleiding, tekenschool, tekenschilder. We hebben het dus dan echt gefocust op de tekentalenten van de kinderen. Dus dat stemt, dus dat is waarmee we echt bezig zijn. Maar niet te vergeten, andere vormen van kunst, als ik het heb over zang, dans, muziek. Wij in één grote woord Suriname zit vol met talenten. En wij hebben de leeftijd klasse 6 tot en met 16 jaar op onze vakantieschool. En je ziet dan verschillende niveaus van werkstukken en wij hebben dus dan geprobeerd alleen om de kinderen wat meer bij te brengen zodat ze de werkstukken ook beter zouden kunnen gaan vormgeven. Dus dat is in grote lijnen. Sunil Pouljoen, coördinator van de Nola Hatterman Art Academy. Hij sprak vanmorgen bij de afsluiting van de jaarlijkse vakantieschool in het gebouw van de academie.